Distributie Baso verzekeringskaarten gestart in Saramaca. Start distributie Baso kaarten in Coroni en Komowijnen. Verslag seminar geïntegreerde zorg bij chronische ziekten. SZF filiaal Quatta geopend. Inschrijving SZF wandel- en trimloop Lelydorp in volle gang. SZF, sinds 1981 uw trouwe zorgpartner. Goedenavond kijker, welkom bij SZF Magazine. De Stichting Staatsziekenfonds is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken gestart met de distributie van de basiszorgverzekeringskaarten, de zogenoemde BASO-kaarten. Iedereen in de leeftijdsgroep 0 tot en met 16 jaar en 60 jaar en ouder die al ten laste van de staat Suriname verzekerd zijn, worden in deze periode in de gelegenheid gesteld hun huidige verzekeringskaart in te ruilen voor een BASO-kaart. We zijn gestart in Saramaca. Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag was een speciaal team van het SZF in de Bas Ahmed Ali Multifunctionele Zaal aan de Landingstraat te Groningen. Waarom verstrekken jullie vandaag deze kaarten in Saramaca? We hebben als werkgroep, samengesteld. En we hebben gekeken naar de grootte van de districten en de resorten. En we weten ook dat het gaat om heel veel kaarten. Wij hebben voor onszelf dan geïdentificeerd dat we willen starten met Saramaca. Qua grootte en locatie en resorten alleen om ook een beetje ervaring op te doen hoe we ermee zullen omgaan. Dus vandaar dat we gekozen hebben om alvast te starten met Saramaca. Van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds heeft het team uiterst hard gewerkt om iedereen rechthebbende te kunnen voorzien van de nieuwe BASO-kaart. Mevrouw Marta Kappel, hoofd van de afdeling verzekerdenregistratie bij het SZF, is tevreden over het verloop van de distributie in Saramaca. In totaal moesten 3.780 kaarten verstrekt worden. Ruim 66% hiervan heeft zijn of haar kaart reeds in bezit. Aangezien het niet iedereen gelukt is om de nieuwe kaart op te halen, heeft het SZF besloten een dag langer te blijven in Saramaca. Degenen die wegens omstandigheden toch niet in staat zijn geweest hun kaart op te halen, zijn vanaf maandag terecht op het SZF-filiaal Saramaca aan de Sidodadiweg 144 te Groningen. Tussen 7 uur 's morgens en 3 uur 's middags bent u van maandag tot en met vrijdag in de gelegenheid dit te doen. Zoals eerder gesteld vindt de distributie van de BASO-verzekeringskaarten per district plaats. We zullen in elk geval heel veel communiceren. Men moet in elk geval bedacht zijn erop en alert zijn dat we via de media tijdig bekend zullen maken wanneer we naar de overige districten gaan. Aan de beurt zijn nu de districten Coroni en Komowijnen. Op maandag 4 juli is ons team in Coroni op het terrein van het districtscommissariaat aan de Friendship nummer 29 bij de ambtswoning van de districtscommissaris. Van donderdag 7 tot en met vrijdag 15 juli is het district Komowijnen aan de beurt. Het schema voor Komowijnen is als volgt. Houdt u er alstublieft rekening mee dat woensdag 6 juli een nationale vrije dag is. Op die dag zullen we dus geen BASO-kaarten verstrekken. Coroni en Komowijnen opgelet. Bij het afhalen van uw BASO-kaart hebt u nodig. Rechthebbenden die bij een poli van de medische zending ingeschreven staan, dienen ook de oproep via de media in de gaten te houden.
bekendgemaakt zal worden wanneer en waar u uw BASO-kaart kunt ophalen. Rechthebbenden woonachtig in de overige districten, volgt u de mediaberichten voor nadere informatie. Het SZF maakt op tijd bekend wanneer wij uw district aandoen. Hebt u nog vragen, maakt u alsjeblieft contact met de afdeling Communicatie en Klantenservice op het telefoonnummer 477-101, toestel 407 en 414 of op 427-714. Aangezien het beleid van de Stichting Staatsziekenfonds erop gericht is meer aan preventie te doen, organiseerden wij op zaterdag 25 juni jongsleden het seminar Geïntegreerde zorg bij chronische ziekten, een noodzaak in Suriname, in restaurant Chimin. Voor het seminar waren ook assembleevoorzitter Jennifer Geerling-Simons, gezondheidsminister Patrick Pengel en de vaste commissie Volksgezondheid van de Nationale Assemblée uitgenodigd. In een vurig pleidooi liet de parlementsvoorzitter weten dat niet-overdraagbare aandoeningen nu echt geïntegreerd moeten worden aangepakt. Als we er niet in slagen, serieus, die kwestie van die niet-overdraagbare aandoeningen in Suriname aan te pakken, het vast te houden en te verminderen, zal welk gezondheidsfinancieringssysteem in ons land ook het niet volhouden, gaat crashen binnen 5 of 10 jaar. Dat tempo waarmee mensen ziek worden en dure en langdurige ziektes ontwikkelen, gaat onbetaalbaar worden. Onze geneeskunde is bijzonder succesvol geweest in het bestrijden van allerlei traumatische en acute aandoeningen. Geweldig. Maar bijzonder onsuccesvol in het bestrijden van chronische aandoeningen. Nu leven we en we stoppen dingen in ons lichaam die ons ziek maken. Ik geloof, ik heb reden, ik heb wetenschappelijke reden om aan te nemen dat het grootste probleem wat we op dit moment hebben met de niet overdraagbare aandoeningen voeding is. Natuurlijk, we moeten ook bewegen. En we hebben ook zon nodig. Dat is het tweede ding. Maar we stoppen zoveel dingen uit fabrieken in ons lichaam ten koste van het eten, van gewoon eten. En het maakt ons ziek. Die dingen in die pakken, in die supermarkten, dat hooggeraffineerde voedsel, die hoeveelheden olie. Ze maken ons ziek en we moeten daarnaar in de eerste plaats kijken. Ik zeg u dat als u mensen hun eten substantieel verandert van wat ze doen, naar groente, whole food, plant-based voornamelijk, dat u binnen 6 weken hun hele diabetes niet meer kan vinden. Ik daag u uit om me iets anders te bewijzen. 6 weken. Binnen 2 weken gaat u verbeteringen zien. Niets van jaren. U bent in staat als begeleider, arts, diëtist, om mensen met reuma binnen 6 tot 8 weken belangrijke verbetering te laten voelen. Als hun eten substantieel verandert. In dit standpunt weet zij zich gesteund door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Zijn ministerie is vastbesloten te strijden tegen de opmars van chronische ziekten in de samenleving. Primair is dat de samenleving beschermd moet worden. Tijdens het seminar, waarin ook directies van ziekenhuizen en andere Surinaamse gezondheidsinstellingen hebben geparticipeerd, was iedereen het erover eens dat een multidisciplinaire aanpak de beste slaagkans heeft. Op maandag 27 juni jongsleden heeft het SZF haar 7e filiaal geopend. Om uiting te geven aan de decentralisatiegedachte en de druk op met name het hoofdkantoor weg te nemen, is tegenover de zondagmarkt aan de Quattaweg 609 het SZF filiaal Quatta geopend. De SZF apotheek die er al eerder stond, staat er pal naast. De gemeenschap uit Quatta en omgeving verwelkomt deze uitbreiding van de service. Van maandag tot en met vrijdag, van 7 uur 's morgens tot 3 uur 's middags, bent u terecht voor het aanvragen of verlengen van uw verzekering, het indienen van uw restitutieaanvraag
of als u behoefte heeft aan meer informatie. Uit telefoontjes naar de afdeling communicatie en klantenservice hebben we kunnen constateren dat het nog niet algemeen bekend is dat het SZF ook een filiaal heeft in de Maretraite Mall. Ons filiaal in de Maretraite Mall is namelijk van maandag tot en met vrijdag geopend van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. De inschrijving voor onze 5 kilometer wandel- en tramloop in Wanica is in volle gang. Op zaterdag 9 juli lopen wij vanaf het SZF-filiaal te Lelydorp aan de Fayalobilaan 13, het ISCL-gebouw in Lelydorp en omstreken. Ook op ons filiaal in de Maretraite Mall bent u terecht voor de inschrijving en wel van 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Vanaf deze aflevering zal collega Raoul Abisoyna u de informatie ook in het Sranang brengen. Uw aandacht hiervoor. SZF familie we bar wang sweet odi. In een info na ministerie voor initiële versie na zo SZF Beijing in a wiki disi na gana prati voor den baso karta. Alas ma di abi na libi marki voor noti de gomiti tina 60 jari na gana den bijis ma vanaf 60-20 jari kisi in een info gralanti na versikering disi. Dat wan taki you abi vanaf no na okasi fu kenki you oru karta en teki de nyuang na SZF. Ubiying in avikidis ina district Saramaka en vanaf munde dipsade voroko mang fu SZF voroko so tranga pe de sogru dati den sma na ini Saramaka di abletif kis den karta disi bekafin den karta. Ini na bas amatali multifunctional centrum voroko mang fu SZF ben de so bezig fu sorgu taki na proces disi godoro. Missy Marta Kappel na umang di be abi na pis verantwoord di si tapeng fo sorgutak asandi so waka pichi vi ini wantak makandra dati e ati bembriti fo afasi fa avroko waka na ini na distrik Saramaka. Nanga ala SZF be abi di lusu nanga sebi ondro aiti tenti karta fo prati na ini Saramaka. Desma di no kisi na okasi fo tek den karta in den di samsa abi na okasi fu lompsa na ASTF kantoro na in Saramaka dape na sido dadeweg numero 144 na Groningen. Dis kafin presi fu vanaf den dei sa ekong munde vanaf si biuru manteng gomiti 3 euro bakanna. Solek fa mi piki dati na prati fu akarta disi ofen presi in ala district en dati na apasi di ASTF wanwaka. In de konteng sobong a wiki sa e opo, da avroko dis odo moro fara na ini den distrikti leki koroni nanga komo weina. Tapo munde SZF sa dena in koroni, en dat ofen presi tapo na jari pe na tampe fu na distrikt komsar side, en dati ofen presi na ini na distrikt koroni. Vanaf fu de avroko, 7 juli tego miti frida tina 5 juli, dan komo weina SZF e doro oktu na uno. We pichi moro fara dati yu sa ogote kwa karta, no forgiti yu muschari wang legitimatie bewijs en dat na wang ID karta, wang rei bewijs no so wang paspoort. Behalve fu den sandisi ye teki na oru karta sa ye gebruik no keba en los fu den trasan sa ye teki ye charen ook to mee, so dati auroko kan waka moro switi. If you abis masa ogo teki karta ook to gideng chinengre tussen noti nanga tina 60 jari da a defanodu fuchari wan famiri buku noso wan uitreksel fu CBB. Prespari adefiu sabitu dati SZF opo in a wiki disi wan kantoro na kwata si nomru 600 nanga negin. Na kantoro dis de gideng sma in a pis watra dati en if you wani do saak nanga SZF da adefanodu dat UA besoek na kantoro disi. Het is de mogelijk vanaf 7 euro maanting tenanga 3 euro bakanna. En tapo den dei disi, munde gomiti frida, je do you tori dape na a kantoro disi na kwataweg nomru 600 nanga negin. Houdt u de wachtdienstregeling voor dit weekend in de gaten?
U toets 148 in, de dagbladen, radio, SZF-website en Facebookpagina. Een public service van de Stichting Staatsziekenfonds. Dat was SZF Magazine. Een fijn weekend en tot de volgende week.